De Deventer Avondvierdaagse is maandag voor de 74ste keer van start gegaan. Er vertrokken zo'n 3500 deelnemers om 6, 11 of 15 kilometer af te leggen. De Vierdaagse startte bij speeltuinvereniging De Driehoek. Ik vind het een enorme grote activiteit waar heel veel kinderen enorm veel plezier en ook de ouders en de school. Het is echt een happening. Elk jaar wordt er in januari, februari wordt de bericht naar de school uitgegaan. Nou, de ene school die maakt heel veel werk van de andere wat minder. Maar we zijn toch dit jaar weer groeiende. Elk jaar zijn we nog een klein beetje groeiende. Waarschijnlijk gaan we dit jaar toch weer 200 meer wandelaars ontvangen als vorig jaar. De routes die worden begin maart naar de gemeente toegestuurd. Die worden getest door de politie, brandweer, alle overheidspersoneel zeg maar, die daar wat in te maken hebben, vergunningstelsel. En dan hopen we altijd dat we half april dat allemaal rond hebben. Dus daar komen we echt nog het een en ander bij kijken. Kijk, met gemak groeien we toch wel uit naar een van de grotere avondvierdaagse hier in Overijssel. En zo. Dus Zolder is de grootste. En ik denk dat wij heel daar kort aankomen te zitten nu met gemak. Waarom is het zo belangrijk om mee te lopen? Nou, ik denk dat het voor het hele groepsgebeuren heel leuk is. Dat je met elkaar, want je kan jezelf natuurlijk ook gewoon aanmelden voor de avondvierdaagse. Maar als je dat met een paar kinderen uit je klas doet... Wat in dit geval ook zo is, dat de klas van mijn kinderen doen een aantal mee. Dus dat is voor het groepsgebeuren wel heel leuk. Qua gezondheid natuurlijk heel leuk. Geven jullie een leidraad mee aan de kinderen wat ze wel en niet mee mogen nemen? Want ik zie wat rugtasjes voorbij komen. Nee, op zich hoort snoepgoed erbij. Maar we hebben tijdens de rustpunten hebben we wel gezonde dingetjes geregeld. Dus op de rustpunten onderweg? Ja, hebben wij water en fruit. 4 dagen is dat. Lopen jullie nu met de school alle 4 dagen? Als het kan lopen wij met de school lopen we alle 4 dagen. Ja. Ik ben hier verkeersregelaar en proberen dus de wandelaars verder over te brengen naar de andere kant. Verkeersregelaar word je niet zomaar, daar heb je een certificaat voor nodig. Ja, inderdaad. We hebben een video-instructie gekregen. Die moet je dus helemaal doorlopen. En bij het met goed gevolg doorlopen van deze instructie, dan krijg je een verklaring van de gemeente dat je wordt aangesteld als verkeersregelaar voor dit evenement. Het is nu nog rustig, straks wordt het drukker. Moet je dan echt het verkeer stil gaan zetten? Ja, dat is inderdaad. Op een gegeven moment gaan we met z'n allen toch het verkeer stopzetten. We nemen wel in acht dat als er bijvoorbeeld een politiebrandweer of iets dergelijks aankomt, of bussen en dat soort zaken, dat we proberen wel het verkeer ook regelmatig in beweging te krijgen. Dat niet iedereen dat je hele lange files krijgt. Dus het is een kwestie van geven en nemen voor het auto, het oververkeer en de wandelaars. Dit jaarlijkse evenement kan alleen plaatsvinden dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Maar wat vinden de wandelaars van de Vierdaagse? En wat hebben ze meegenomen voor onderweg? Was het nou lastig om heel veel leerlingen er toe bewegen om mee te lopen? Volgens mij doen er al meer mee dan vorig jaar. Dus opkomst is goed. Waarom is dat zo belangrijk? Het samen zijn met z'n allen, leuk gezellig lopen. Mooi weer nou, dus ik vind het prima. Loopt u alle 4 dagen mee? We slaan 1 dag over. 1 dag? Ja. Maar de hele school dan verder? Nee, die lopen wel. Maar wij zelf slaan 1 dagje over. Kinderen moeten nog voetballen, dus hoort er ook nog bij een avondwedstrijd. Veel plezier. Dankjewel. Van welke school zijn jullie? De Vijver. Waar is dat, de school De Vijver? Deventer. Schaatsen. Op Kolmschaten? Ja. Met hoeveel zijn jullie dan hier? 7. Veel? Heel veel, denk ik. Heel veel. Hebben die allemaal blauwe hesjes aan of jullie speciaal? Nou, eigenlijk dus allemaal. Dus alle blauwe hesjes zijn van jullie school? Ja. De boomlikkers. Met wie loop je hier samen, Miles? Met mijn vader. Alleen met je vader? Ja. En met mijn neef en nicht. Met mijn oom en nicht. Doe je dat vaker met de avondvierdaagse meelopen? Ja. Hoeveelste keer is dit, Miles? 4e. Loop je alle 4e avonden? Ik denk ja. Ja. Wat heb je allemaal meegenomen voor onderweg? Kauwgom en snoep. En water. En water, hartstikke goed. Nou, veel plezier verder, Miles. Ja, zotte. En wat hebben jullie in het rugzakje dan? Snoep. Snoep? Ja. Je hebt er ook wel wat drinken meegenomen. Ja, wel drinken? Ook drinken. Ja. En jullie, wat hebben jullie meegenomen? In de rugzak. Hetzelfde. Ook snoep? Ja. Lekker veel snoep? Ja. Wat vind je het leukste aan hier buiten lopen? Nou, de natuur. Ja. Heb je ook al de beesten in het park al gezien? Ja. Oké. Heb je ook nog wat meegenomen voor onderweg?
Ja. Vertel, wat heb je meegenomen? Nou, dat weet ik niet. Is dat een verrassing? Heeft papa een beetje water meegenomen voor je? Ja. Ja? En heeft hij ook wat snoep meegenomen? Ja. Denk het ook wel, hè? Veel plezier, Kenan. Oké. Doei. Voor meer informatie over de Avondvierdaagse 2018, kijk op www.deventeravondvierdaagse.jimdo.com.